Dames en heren, jongens en meisjes, wat mij nu toch overkomt. Oh mijn god. Jullie hebben het waarschijnlijk allemaal al gezien, maar ik nog niet. En ik heb hier zo weinig zin in. Ik zal jullie even kort uitleggen wat er gebeurd is. Zoals jullie weten heb ik de banger Genk Cartier uitgebracht. De absolute banger. Trending 1 geworden. Misschien wel nummer 1 Spotify top 5, dat weet ik nog niet op het moment dat ik dit opneem. Ik hoop het wel, maar misschien niet. Maar... ik hoop het wel. En toen het nummer net uit was, kwam Matty naar me toe en zei... yo, Koen, lijkt je leuk als ik een soort remix maak op het nummer? Toen zei ik van, ja, lachen, ga je gang, leuk. En toen zei Rob en Roel, zei nou van, ja, wij willen er ook op. Toen was oké. Toen begon ik al een beetje narigheid te voelen. En toen hebben ze het opgenomen en ze hebben helemaal niks gezegd. Dat vond ik al raar. Van, waarom zeggen jullie niks over het nummer? Ze zei, ja, het is wel een beetje een soort diss track geworden. Een diss track. Mijn beste vrienden maken een diss track over mij. En het is ook nog eens met z'n 3 tegen 1. En volgens mij zit Bas er ook nog bij. Dat weet ik niet precies, maar volgens mij wel. Mensen, dit is zielig. Dit noemen wij pesten. Vind je dit ook pesten? Abonneer op mijn kanaal en like deze video. En ik ben nu aan het downloaden de track. Heet Matty Genk Cartier Remix. Ja, ik ben zwaar benieuwd. En ik moet zeggen, ik ben niet vaak bang in het leven, maar nu wel. En ik weet niet waarom, want ik heb niks te verbergen. Ik ben een en al openheid. Maar dit vind ik toch niet heel lekker, moet ik zeggen. Ik weet voor de rest echt legit helemaal niks. Ik heb geen idee wat er gezegd gaat worden, wat er gebeurt. Ze hebben een clip gemaakt en een nummer. En dat is het. En ik weet dat ze het nummer hebben gemaakt met Russo, waarmee ik het ook gemaakt heb. Dus, ja. Een nice streak. Daar kunnen we het rustig op houden. Het is een hele nare streak. Mensen, hij is klaar. Oké, daar gaan we. Heb je meer dan 5000 euro verdiend aan je duimpje? Ja. Wat een geld. Paarigen op een dag. Misschien wel meer dan 2. Ze moeten weten dat je fake bent. Niks geef. Paarigen op een dag. Misschien wel meer dan 2. Ze moeten weten dat je fake bent. En ons niks geef. Oké, mensen, we zijn de intro begonnen. Laat ik even kort erover hebben. Leuk. Ze hebben mijn clip nagemaakt. Leuk. Lachen, jongens. Leuk. Vind ik leuk. Gaat over een paar ruggen op een dag. Ik heb geen idee waar hij het over heeft verder. En dat ik hun niks geef. ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja, daar kan ik bijna tegenin brengen. Oké, ik ben benieuwd. Er komt de eerste verse aan. Young ondernemer en pakt een prima loontje. Maar bovenal vooral nog steeds een advocatenzoontje. Rolex van je pa, villa door je ma, 5 douchen van je oma aan het eind van ieder jaar. Bitchen, jij kwam haten om een paar k voor mijn duimpje merch. Broertje zonder mij was de kaasje niet eens gebeurd. Flexen nu met veel papier, mij staat niet goed te boek. Maar ik hoef geen geld te zien, want ik heb al rug genoeg. Ik vind het echt goed, what the fuck. Ik ga nog een keer luisteren. Even opnieuw luisteren. Ik moet het even in me opnemen. Er gebeurt hier zoveel, er gebeuren hier zoveel dingen. Waarom heeft die kaas? Oh, kaasje natuurlijk. Ja, waarom heeft hij nou gerapte kaas? Ik moet zeggen, de link met de barbecue snap ik niet helemaal. Hij heeft daar mijn jas aan! Wat is dit voor onzin? Die vindt hem gewoon mijn jas aangetrokken! En mijn tas ook ik ben helemaal flabbergasted. Heeft young ondernemer. Klopt. En pakt een prima loontje. Op zich. Maar bovenal vooral nog steeds een advocatenzoontje. Klopt ook. Rolex van je pa. Klopt. Villa door je ma. Ja, ze is makelaar, ze heeft ons geholpen, maar... oké. A5, doe ze van je oma aan het eind van ieder jaar. Was het maar zo'n feest. Is goed, we gaan door. Bitsen, jij kan haten om een paar kaar voor mijn duimpje merch. Broertje zonder mij was de kaasje niet eens gebeurd. Nou, wat horen we hier? Nee, oké. Nee, ik had natuurlijk in mijn diss track gezegd over Matty dat hij mij niks heeft gegeven van de duimpje merch. Voor de mensen die geen idee waar dit over gaat. Matty en ik hadden een tijdje een meme, dat was de duimpje meme. Dat is een beetje wat kaasje nu is, maar dan veel kleiner. Oprecht veel kleiner. En toen kwam Matty ineens van, jongens, ik ga duimpje merch uitbrengen. En toen waren wij van, oké, en dan? En toen heeft hij alles voor zichzelf gehad. Uiteindelijk heeft hij al het geld wat hij heeft verdiend, voor mij heeft hij... een groot deel heeft hij in vakantie gestoken. Dus uiteindelijk heb ik niks meer over te klagen. Maar hij zegt, zonder hem was kaarsje meme nooit gebeurd. Nou, op zich, hij was wel voor mij de eerste die het filmpje laten zien. Dus ben ik het wel mee eens. Flex staat nu met veel papier. Mij staat niet goed te boek. Maar ik hoef geen geld te zien, want ik heb al rug genoeg. Flex nu met veel papier, maar je staat niet goed te boek. Ja, die snap ik niet helemaal. Er zit vast een idee achter. En er staat een roelie. Oh, roelie. Hij heeft al rug genoeg. Ja, Matt heeft natuurlijk een bochel. Leuk. Leuk dat hij ook zichzelf nog een beetje dist. Leuk lachen. Oké, Roel, ik ben benieuwd naar wat jij te zeggen hebt. Roelie, spaar maar alsjeblieft. Op die apps om te zoeken naar affectie. Beste part als je streeft naar perfectie. Damn. In mijn huis wilde jij mijn zusje regelen. Nul interesse, dus je barfde op de tegels in. Tot ze in mijn bed, dat was al bekend. Oh, nee. Wat, waarom? Oh nee! Oh, dit is zo lang geleden. Hier wil ik het niet eens meer over hebben. Oh mijn god. We gaan luisteren even verder. En dan ga ik wel even kijken ook weer. Al landelijk bekend. Beste maten, nu ben jij beroemder. Cash uit, pak een euro voor een boomer. Paar ruggen op een dag. Dag. Oké, even nog een keer rolstuk. Oh, wat leuk. Ik vind het echt goed. What the fuck. Ook leuk. Oké, we gaan door. Ik heb al rug genoeg. Op die apps om te zoeken naar affectie.
op de apps, op zoek naar een versie Tinder. Mijn huidige vriendin ken ik via Tinder. Ze ligt daar. Zou naar jou. Zit er eens mee te luisteren. Goed. Beste part als je streeft naar perfectie. Damn. In mijn huis wilde jij mijn zusje regelen. Dit was een paar jaar terug toen de zus van Roel had ik een paar gesprekken mee. Ik had een beetje veel gezopen. Ben ik wel eerlijk in. Nieuw interesse, dus je barfde op de tegels in. Ja, toen ben ik erna over mijn nek gegaan. Dit is trouwens ook van Roelie's diss-track van heeft hij gekost of geplast. Dit was overigens niet op de tegels, maar in je bed. Dus ik weet niet waarom je hier tegels zijn, maar dat rijmt waarschijnlijk beter. Kotsen in mijn bed, dat was al bekend. Oh. Hier was ik. Dit filmpje is dat. Dit filmpje is dat ik Raoul's beddengoed aan het schoonmaken ben in de douche. Oh mijn god. Waarom hebben jullie dit nog? Dit komt uit 2016. Dit is 4 jaar terug. Oh mijn god, ik ga gaan door. Op bekend. Bro, je gaat viraal, landelijk bekend. Shout-out, Roel, shout-out. Beste maten, nu ben jij beroemder. Cash uit, pak een euro voor een boomer. Lijkt ons een euro in kaartje, net die dat bedoelt. Tering, zieke ass, trouwens, deze hele clip. Ja, Zino natuurlijk heeft ook mijn clip geëdit, maar die dit ook heeft gedaan. Bizar. Fucking vet. Echt fucking vet. Paarigen op een dag. Misschien wel meer dan twee. Ze moeten weten dat je fake bent. En ons niks geeft. Goeie fiets. Paarigen op een dag. Trouwens, even een klein stukje terug. Enge bochel. Goed, gaan we het verder niet over hebben. Misschien wel meer dan twee. Ze moeten weten dat je fake bent. En ons niks geeft. Hey Bas, je zit hier op de fiets. Op de fiets. Fucking mooi. Fucking mooi. Mensen gaan nu vragen van, geef ze inderdaad niks? Nee, dat klopt. Dat is inderdaad zo. Nee, dat is helemaal waar. En dus de mensen vragen, waarom niet? Nou ja, het ding is een beetje. Ik heb beloofd dat ik met iedereen die in kaasje zit, gaan we heel luxe eten. Dat gaat hartstikke leuk worden. En ik heb al een leuk idee wat ik ga doen, dus stay tuned. Mensen, ik vind het ook een eer dat ze het allemaal over mij zeggen eigenlijk. Wel lief. Maar ja, het zijn niet echt lieve dingen, maar wel leuk vind ik. Een paar ruggen op een dag, misschien wel meer dan twee. Je pakt van minder dan je zegt en dat is niet oké. Maar respect mijn grappen, je gaat all the way. Shout Bassie, dankjewel. En nu doen we lekker met z'n allen mee. Ey. Op je cheese, mensen schrikken als je binnen bent. Banken in paniek als je weer even aan de pinnen bent. Kijk naar mijn tanden, echt al vaak ben ik het haasje. Weer een nieuwe update en voor Koen is dat heel kaasje. Bassie! Fucking mooi! Dat maar weer die andere kleineren. Alleen maar ruimte om jezelf te vereren. Rob komt niet eens met een Spaanse bar, had ik wel verwacht eigenlijk. Zelfs je vrienden die er nu onder lijden. Je naait je met alle vier je bedrijven. Problemen. Ja, wat hoor ik hier nou weer? Dit is ook wel ongelofelijk. Met het fixen van die meiden. Altijd al jaloers dat ik haar wel kon krijgen. Ik weet niet over wie dit gaat. Je best gedaan, maar het lukte net niet. Behalve tijdens carnaval, die chickie die was zo. Hier worden weer dingen gezegd. Oh mijn god, even terug naar Rob's stuk. Zelfs je vrienden die er nu onder lijden. Je naait je met alle vier je bedrijven. Dit is zo'n onzin. 4 bedrijven, ik moet ze even optellen. Goed, we gaan door. Problemen met het fixen van die meiden. Altijd al jaloers dat ik haar wel kon krijgen. Ik vind het wel mooi. Ik heb geen. Ik denk dat ik weet over wie het gaat. Ja, maar dan zou het nergens slaan. Dus ik heb oprecht geen idee waarover dit gaat. Maar goed, wel lachen. Goed je best gedaan, maar het lukte net. Niet behalve tijdens carnaval. Die chickie die was zo. Die was 6. Dat is een beetje jong. Hij rijdt die vinden op zijn polo. Zijn polo op het graf. Op een dag. Misschien wel meer dan twee. Ze moeten weten dat je fake bent. En ons niks geeft. Paar ruggen op een dag. Misschien wel meer dan twee. Ze moeten weten dat je fake bent. En ons niks geeft. Yo boys. Hey, ik heb niet zoveel woorden nodig als jullie. Milo. Koen is gewoon een lul. Fucking mooi. Kasi. Lekker zeg. Mensen, ik ben kapot. Ik heb echt gelachen. Ik moet zeggen, ze hebben me wel echt gedist. Wat ben jij een lul? Hoezo? Nou, jij was nog een beetje lief. Ik heb niet zoveel gedaan, toch? Nee, dat is waar. Om juist te komen lachen met dat ding in die douche. heb je de kleine liggende screenshot gezien? Ja, van Tinder. Nee, van die Bumble date. Oh, Bumble date. Bumble date. Ja, maar dat wist ik helemaal niet. Nee. Dat wist ik helemaal niet. Dat weet ik. Dit fucking mooi. Dit is 4 jaar terug, hè. Toen was ik. Shoutout naar Bassistentjes op Snapchat. Toen was ik 18 hier. Echt lachen. Ah, wel gelukkig leuk. Maar. Ja, zo. Ja. Ik was nog een beetje bezorgd over. Nou, ik dacht wel van. Kut zo. Straks vindt hij iets echt kut. En is het van ja. Je doet het natuurlijk altijd als een lol. Dat is natuurlijk ook wat mensen weten. Het is
officieel geen diss track, maar toch ook weer wel. Ja, maar toch ook weer niet, zeg maar. Maar je denkt toch altijd van, stel, hij vindt iets echt kut. Als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren. Ja, maar daarom. Daarom, jongen. Kijk, en daarom, ik wil kort uit mijn naam tegen Rob. Nou, dan moet je ook kunnen incasseren. Zo ben ik ook alweer, zo makkelijk is het. Ja. Nee, maar ik vind het lachen. Echt leuk. Waar ben jij nou weer? Kijk eens aan. Wat lekker zeg. Ik zit in de Efteling. Hey Rob, ik moet jou even zeggen. Jij hebt me toch al aardig lopen dissen. Ja, ik begon al een vriend. Mag ik dat nog zeggen? Ja, nou dat weet ik niet. Nee, maar weet je hoe ik ook alweer ben? Ik maak jou zo vaak belachelijk. Dat ik het wel verdien op zich. Love. Dit is een echte man. Ons Rob, heerlijk. Nee, wat ik zeg mensen. Ik maak Rob zo vaak belachelijk. Ik kan niet boos worden Rob voor wat hij ook zegt. Dat kan gewoon niet. Hey! Ik wou aan jou vragen, waar is het in je opgekomen? Want ik weet nog dat je naar me toe kwam en zei, Koen, ik wil een remix maken op Geen Caché. En dat het uiteindelijk een diss track is geworden. Hoe kan dat nou? Je noemt mij geld, man. Ja, dat is wel waar, ja. Bas neemt niet op. Bas, ook shout naar jou. Ik heb echt gelachen. Een diss, is hij terecht? Ja, wel. Zo ben ik ook alweer. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je het leuk? Vergeet zeker niet te liken. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. We gaan super lekker. Het is echt bizar. En dan hoop ik dat jullie lekker kaarsje blijven spelen en... Stream Geen Caché. Al moet ik zeggen, op het moment dat dit online komt. Ik sta dus nu 4 als ik dit opneem. 4 op Spotify. En ik hoop nog iets hoger, maar 1 gaat denk ik niet lukken. Ik denk dat 1 echt te moeilijk is. Maar we gaan het zien. Mensen, dankjewel voor het kijken. De groeten en later.